These and other opportunities offer a promising set of levers that can raise financial inclusion in Pakistan to the next level. The challenges are significant and the way forward is complex, but it is achievable. So I congratulate you on the work you have done to prepare Pakistan for this moment. I applaud the commitments you are making today to drive progress further. Thank you very much and wish you all success. Thank you, madam, for that extremely inspiring speech. Visit every month, and they send money home. And every time they were paying 2% to a retailer. They've all opened their own wallets now. So this is very popular in law enforcement and armed forces because they have a regular stream of money. We need to get, but those are coming with us, so we need to get And the others as well. So I would say, in the last 5 years, we also stopped and said, okay, but talk with near the next person on the ground and we think that we have been on the list. And that means we're doing a hele hoge tempo gaan inhalen. Het is een project van een beschikbaar zijn hele cash transfers. En die wordt allemaal gedaan op rekeningen. Maar het was niet alleen maar om een beetje geld, dat helpt natuurlijk heel veel, maar ook gezondheidsverzekeringen bijvoorbeeld. Je weet dat voor vrouwen gezondheidsrisico's zijn een van de grootste risico's worden. Daar komen ze toch altijd in de armoedsituatie. Dat is ook een hele belangrijke probleem om te lossen. We hebben heel veel verschillende projecten gezien. En ook nog met heel veel mensen in de regering, maar ook in de private sector gesproken over hoe met alle veranderende wetgeving die zijn gedaan de laatste jaar, we echt in de toekomst echt 100% vanuit zijn inclusie kunnen doen. En met name voor vrouwen die echt heel hard door weer in de bank zijn.